in Hulshorst. Ja, dat klopt. We zijn aan het opschalen geweest. Ja. Je had natuurlijk al de trailer als uniek moment in Nunspeet en misschien wel in Nederland. Wat heb je nu verzonnen? Nou, we hebben nu een, je mag het geen tent noemen, het is een overkapping geplaatst, want hij is aan alle zijden gewoon open. Dat is een regel waar we aan moeten voldoen. Dus we hebben een overkapping staan van 100 vierkante meter. Dat is nogal wat. En dat heb je gedaan omdat je niet kan wachten tot de maatregelen achter de rug zijn? Nou, dat ook sowieso. Hè. We hebben een aardige trouwe achterban van leden en we willen toch wat aan blijven bieden. En het weer is ons goed gezind en we willen eigenlijk een stapje meer. De overkapping is zo ingevuld dat bijna de sportschool verplaatst is naar Hulshorst. Ja, dat klopt helemaal. We zitten even op een tijdelijk andere locatie. En we zitten nu even in Hulshorst, maar eigenlijk tegen Nunspeet aan. Betekent dat alle sporters van jullie sportschool hier gewoon alle activiteiten kunnen blijven doen die ze gewend waren? Ja, dat klopt. Je kan een volledige workout doen. Het is een workout van 45 minuten maximaal en een kwartier wissel. Dat staat ook in het reserveringssysteem. Dus zo werkt het dus. Elke keer denk ik iedereen maar gewoon één keer in de week, want anders kun je het niet aan? Nou, dat valt op zich wel mee. Wat ik al zeg, we mogen meerdere mensen laten sporten. Dus we gaan nu uit van maximaal 12 personen. Reken maar uit. We zijn van 's morgens 9 tot 's avonds 9 open, dus we hebben plek zat. Wat betekent verder deze periode voor jullie als sportschool? Ja, het is gewoon een hele bizarre en een spannende periode. Hè. Dus elke keer, we hebben natuurlijk eerst die datum van 1 september gekregen. Nou, die hakte er behoorlijk in, dat kan ik je wel vertellen. We hebben nu een nieuwe datum gekregen, 1 juli. Er moet natuurlijk wel een heleboel nog gebeuren voor 1 juli. Het protocol is ook nog niet helemaal bekend vanuit de brancheorganisatie. En we hopen de laatste week juni een definitieve go te krijgen. Maar ja, dat is nog even afwachten. Betekent wel dat je hier in Hulshorst gewoon aan de regels moet houden. Looproute en hygiëne, heel belangrijk. Hoog in het vaandel hier. Ja, uiteraard. We hebben inderdaad een fietsenparking gemaakt. We hebben een autoparking. We hebben een wasgelegenheid waar mensen de handen even kunnen wassen. Uiteraard hebben ze een eigen handdoek mee, dus dat kan je allemaal gebruiken. We hebben desinfectiemateriaal. Eigenlijk alles zoals we het begin af vandaan ook gedaan hebben, doen we het nu nog steeds. Iedereen van harte welkom en reserveren via jullie site? Ja, we hebben een reserveringssysteem op onze website. Die is ook telefoonvriendelijk. En mensen kunnen dan inloggen die lid bij ons zijn met hun eigen e-mailadres, wat ze in het verleden eigenlijk bij ons opgegeven met inschrijven. Dus mocht je nog niet lid zijn, kan je inschrijven en dan kan je bij ons inderdaad reserveren.